Stadion de Corsa op 2-0-2-20 met Marlène Cabut-Meban, die daar haar taak als haas wel zeer ter harte neemt. Gaan onze landgenoten hier een roker meespelen. Met nu de Spaanse Isabel Macias. De Koreaanse Soo-Yong Son. En Charlotte de Broe in de derde stelling van het pelotonnetje. Op papier snelste is de Celia Taylor met haar 2-2-9-10 van dit jaar. Macias liep 2-0-4-0-1, dat is de Ibero-Amerikaanse kampioen op de 15 meter van 2006. Daar een fikse versnelling aan de kop van de wedstrijd. Het is de Celia Taylor die we aangekondigd hadden als mogelijk snelste, die hier een hele sterke 2.02.58, dat is heel dicht bij het pistrecord van 2.02.20, loopt.